Hallo, ik ben Koenke Boter, adviseur sociale zaken op de Unizo Studiedienst. Denkt u eraan om iemand aan te werven? Wat de reden ook is, het is een grote stap van zelfstandige naar werkgever. Een stap waar u trouwens terecht trots op mag zijn. Een aanwerving brengt echter heel wat verantwoordelijkheden, plichten en kosten met zich mee. Ik loods u graag door de belangrijkste heen. Beginnen doen we bij het begin, de selectie. Stel eerst een goede vacature op en verspreid die zo ruim mogelijk, maar wel steeds doelgericht. Bereid de selectiegesprekken met de kandidaten goed voor en wees zeer duidelijk omtrent de jobinhoud. Bewaar de vertrouwelijkheid van de gesprekken en behandel alle kandidaten gelijk. De aanwerving zelf dan, wat zijn hier uw verplichtingen? U dient zich uiteraard als nieuwe werkgever in te schrijven bij de RSZ, aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds en indien het de aanwerving van een arbeider betreft een vakantiekas. Om het welzijn van de werknemer te waarborgen, moet u een interne of externe dienst voor preventie voorzien. U bent ook verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Nieuwe aanwervingen en uitdienstredingen dient u via Dimona door te geven. Dat is een online platform van de overheid. Als werkgever zal u ook verplicht zijn een arbeidsreglement op te stellen, waarin onder meer de uurroosters, de vakantieregelingen en de afspraken in verband met de uitbetaling van het loon en dergelijke meer zijn opgenomen. Gezien al deze verplichtingen is het aangeraden om te werken met een erkend sociaal secretariaat. Zij kunnen de meeste van uw verplichtingen op zich nemen. De Unizo-partner hiervoor is ADMB Sociaal Bureau. Wat kost een nieuwe werknemer u? Het loon van uw werknemer bestaat uiteraard uit zijn bruto loon, zeg maar zijn basisloon. Daarbovenop komt het vakantiegeld, een eventuele eindejaarspremie en extra legale voordeel, zoals bijvoorbeeld de maaltijdcheck. Veel van deze zaken zijn per sector bepaald. Uw erkend sociaal secretariaat heeft daarvoor de nodige kennis en doet hiervoor al het nodige. Bovenop het loon betaalt u ook nog patronale bijdrage, vergeet dat niet. Daarnaast moeten we ook nog rekening houden met diverse kosten, bijvoorbeeld voor verzekering en de aansluiting bij een erkend sociaal secretariaat. Gelukkig zijn er ook een aantal tegemoetkomingen als u iemand aanwerft. Er is de vermindering van de patronale bijdrage, die nog een heel stuk interessanter geworden is dankzij de recente taxshift. En er zijn de doelgroepverminderingen. Zo betaalt u bijvoorbeeld helemaal geen patronale bijdrage bij een eerste aanwerving. Daarna wordt het tijd om alles op papier te zetten in een arbeidsovereenkomst. En daarbij dient u toch een aantal knopen door te hakken. Wordt het een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur, een deeltijds- of inderdaad een voltijdsovereenkomst? Een proefperiode bestaat in principe niet meer. Arbeidsovereenkomsten kunnen wel concreet afspraken bevatten rond anciëniteit, scholing, concurrentie. Sommige van die clausules zijn wettelijk geregeld. Ook hier kan uw erkend sociaal secretariaat u perfect bij helpen. Tot slot, wat onthoudt u best? 1. Een aanwerving brengt een aantal verplichtingen met zich mee. U laat zich hierin best bijstaan door een erkend sociaal secretariaat. 2. Als u voor het eerst een aanwerving overweegt, dan is nu het moment. Er gelden immers bijzonder gunstige voorwaarden. 3. Zorg voor een goed onthaal van uw nieuwe medewerker. Op die manier raakt uw werknemer snel ingewerkt en bouwt u van meet af aan een goede werkrelatie op.